Yes guys, Paul hier en welkom weer bij een gloednieuwe video. En in deze video ga ik je uitleggen hoe jij van 0 naar 10k plus per maand kan gaan met Shopify dropshipping in slechts 30 dagen tijd. Oké, wat zijn de belangrijkste gebieden om op te focussen om dit resultaat te gaan behalen? Een stukje product research plus het testen van producten. En het omtoveren van een winnaar die je dan hebt richting een brand. Het maken van custom content, het verbeteren van je levertijd en je productkwaliteit. En de transitie van een general store naar een branded store. En wat is jouw volgende stap voor Q4 als je die 10k per maand nu gaat hitten? Oké, nou, welke product research methode? Niets nieuws, dezelfde strategie die ik eigenlijk al jaren leer. Zoek voor producten op Instagram en Facebook die al tractie hebben en viral zijn gegaan, 500k plus tot 3 miljoen views. Kan je een paar tools gebruiken zoals Viral Vault en Dropship.io om winnende producten te vinden en Facebook Newsfeeds en Ads Library. Analyseer je producten en zoek voor verbetering. Hoe meer ruimte er is voor verbetering met het product, hoe groter de kans dat je dit product verder kan gaan schalen. Dus kijk bijvoorbeeld naar een general store zonder een brand, of gestolen content van YouTube dat mensen gebruiken, of een ongeoptimaliseerde funnel zonder upsells. En gewoon een slechte website en slechte advertentie. Als je daarop kan verbeteren, dan ja, liggen er voor jou heel veel kansen met dit product. Nou, dat is de producttestmethode. Ik hou ervan om te beginnen met een general store met een kleine niche eraan gebonden. Dus bijvoorbeeld een general store met iets meer focus op huis en tuin. Een general store met iets meer focus op vrouwenproducten. Beauty, fashion bijvoorbeeld. Of een general store met iets meer focus op kinderproducten. Nou, je kan bands of ads gebruiken om een custom-made video te krijgen. Dat is wat ik zelf doe. Of je kan het zelf maken. En maak een conversie-koopcampagne met 10 adsets. 5 euro per adset. Brede targeting en 1 miljoen plus grootte. Om goed je producten te testen moet je je cijfers weten en wanneer je je producten uitzet. Kijk naar je break-even prijs en je verkoopprijs en je cost of goods sold. Nou, wat is je break-even ROAS? Dat is je verkoopprijs gedeeld door je break-even point. En je voorbeeld is je cost of goods sold is 20 euro en je verkoopprijs is 50 euro. En je break-even point is dan 50, min 20 is 30. En dat doe je dan je verkoopprijs gedeeld door je break-even point. Dat krijg je in dit geval krijg je 1,3. Dus 50 gedeeld door 30 kom je uit op 1,3. Oké. Veranderen van je product in een brand verzending. Dit is cruciaal en als je dit skipt ga je business dood voordat hij ook maar de kans heeft in te groeien. Dus voordat je schaalt boven de 1k plus dagen, check je agent uiteindelijk ook voor betere prijzen en voor een deel inkoop. En kijk ook of je binnen 5 tot 7 dagen kan leveren met de shipping methode. En kijk of je verbetering kan doen aan het product op basis van de feedback die je van je klanten tot nu toe al hebt gekregen. Oké. Veranderen van het product in een branded store. Ik raad dit alleen aan als het product al 100% is geoptimaliseerd. Of een concurrent die het al hard aan het schalen is momenteel. Ik gebruik de Beautify thema. Alle andere producten van je store kan je momenteel afhalen als je een winnaar hebt. En maak een nieuw logo gerelateerd aan het product. En voeg complementaire producten toe aan je store die van toepassing zijn op de niche waarin je je winnaar verkoopt. Al deze dingen die ik net heb opgenoemd kunnen je conversiepercentage enorm gaan boosten. Ja. Schalen naar 10k plus per maand in 30 dagen, het gemakkelijke gedeelte. Het is eerlijk gezegd het meest gemakkelijkste gedeelte van de hele video. Als je met de rest struggelt, zal je hier ook struggelen. En wat is mijn schaalblueprint? Je test retargeting vanaf 25 sales. Daarnaast maak je ook creative campagnes om mee te testen. En vanaf 75 tot 100 sales zet je ook micro elite scaling aan. Daarna elite scaling, daarna de CBO en daarna manual bidding. Nou, wil je nou precies weten hoe deze 5-stap methode werkt? Ik heb meerdere video's op mijn YouTube kanaal staan waar ik deze puur 1-op-1 uitleg. Dus die kan je zeker gaan bekijken na deze video. Oké, dat was hem al eigenlijk weer voor vandaag. Super korte video voor je. Ik hoop dat je genoten hebt. Like, abonneer en laat een comment achter zodat ik meer van dit soort video's voor je kan maken. En ik zie je weer terug in een volgende video. Ciao, ciao.